Welkom bij Café Weltschmerz. Vandaag zit ik hier met Karel van Wolferen. En wij gaan het hebben over nieuwe informatie en ook wat er allemaal gebeurd is rondom het corona-debakel waar we nu in zitten. Hallo Karel, ik volg je op de voet. Jij brengt waanzinnige informatie die door velen gehoord zouden moeten worden. Je hebt weer meer informatie. Jij gaat schetsen wat er nu gaande is, ook op geopolitiek vlak. En wat er allemaal achter de schermen gaande is. Ik denk dat we het beste kunnen beginnen met de timeline. Want volgens mij wisten sommige mensen al eerder dat er een pandemie aan zat te komen dan dat het in China bekend was. Ja, dat is een van de belangrijkste dingen, vooral nu in de Verenigde Staten het besluit is genomen door het ministerie van Buitenlandse Zaken en niet zozeer Trump, maar wel de mensen die al heel erg lang een heel sterk anti-Chinese houding willen innemen en ook tot een confrontatie met China willen komen. En er is dus een trend om China van alles nu de schuld te geven. Wat ik nu ga vertellen, dat slaat de bodem onder het aannemen dat China verantwoordelijk is geweest voor dat virus. Ik kan beginnen met een ABC, een ABC is een Amerikaanse tv-maatschappij, die heeft een uitzending gehad over de timeline. Al in november wisten de Amerikaanse inlichtingendiensten dat er een heel gevaarlijk virus op komst was. In China. Niet in Beijing of in Oud-Mongolië of waar dan ook. Nee, Wuhan. Dat wisten ze dus al. Hoe konden ze dat weten? Terwijl de Chinezen nog geen weet daarvan hadden. Die zijn pas in het eind van december tot de ontdekking gekomen dat er iets mis was. Dat is heel, heel merkwaardig dat zoiets kan bestaan. Het is meteen ontkend door een Pentagon-figuur. Dat is op een manier ontkend waarin je meteen kan zien, dat is een ontkenning waaruit je kan aflezen dat het waar is. Ja, jij herkent dat van de politie. Heel veel ontkenningen geven juist aan van wat er aan de hand is. Ja, en ook de wijze waarop ze het ontkennen. En de Israëlische inlichtingendienst heeft het bevestigd. Wat de ABC toen vertelde. Dat is ook interessant dat die Israëli's het wisten. En ja, volgens andere mensen die er een beetje aan het pluizen zijn gegaan, zouden ook de bondgenoten zijn gewaarschuwd hiervoor. Wanneer die zijn gewaarschuwd, dat weet ik niet. We krijgen dus dat de Amerikaanse inlichtingendiensten, in dit geval de Defense Intelligence Agency, dat is een soort van CIA die bij de militairen hoort, die wisten dit. En die hebben dus niets gedaan. Ik bedoel, toen geen alarm geslagen, de Wereldgezondheidsorganisatie niet ingelicht, noem maar op. Dat gebeurde allemaal later. Hoe wisten ze het? Ja, wat wij ook weten is dat in de zomer van 2019, vorig jaar, werd een laboratorium gesloten dat zich toelegde op biologische oorlogsvoering middelen. Dus onder andere ook virussen. Werd gesloten. Mm-hmm. Waarom? Ja, er was een ongeregeldheden, er was een lek, iets was ontsnapt, wie weet wat. Oké, daar is het bij gebleven. Waar was dit? Onderzoek. Fort Derrick is een belangrijkste Amerikaanse biolab voor militaire doeleinden. We weten ook, en daar hebben we het eerder over gehad, al op 11 maart toen ik met Kees van der Peil in de studio in Amsterdam over sprak, waren er dus iets van 200 of 170 of zo Amerikaanse militairen die meededen aan de militaire spelen die in Wuhan werden gehouden. En ze waren gekwartierd vlakbij dat laboratorium in Wuhan. We weten ook
dat Fauci, Fauci is de paus, de medische paus die nu naast Trump, als die een persconferentie geeft, staat om de Amerikanen gerust te stellen dat het onder controle is enzovoort. Die Fauci, die heel erg, zijn belangen zijn heel erg verstrengeld met de farmaceutische industrie. Fauci, en hier citeer ik Newsweek, hè? Dus Newsweek is ook niet, ja, dat is toch een, hoort tot de reguliere pers. Fauci die heeft dat controversiële Wuhan laboratorium met miljoenen dollars voor heel riskant research heeft hij gesteund. Toevallig. In 2019 heeft hij nog 3,7 miljoen aan dat laboratorium gegeven. En dat werd gevolgd door 3,7 miljoen voor een vijfjarig project. Enzovoort. Het gaat maar door, het gaat maar door. En waar dat vooral om gaat, hè, dus de reden, is de gain of function work. Gain of function betekent dat ze een virus te pakken krijgen, ergens vandaan. En dat gaan ze bewerken zodat het virulenter wordt en op meerdere manieren kan worden verspreid. Vooral op mensen. Mm-hmm. Als het virus afkomstig is van een dier, dan wordt het via een ander dier wordt het, zeg maar, versterkt. En dan worden er proeven meegedaan om het vooral geschikt te maken om mensen ermee te besmetten. Hè? Dat betekent het. Dus dat doel bestond. Dat werd in het laboratorium in Wuhan, wat heel veel verbindingen had met ook Amerikaanse specialisten, Amerikaanse deskundigen op dit gebied. Dus de Amerikanen hadden veel contact. Om dit doel hadden veel contact. Ja. Met andere woorden, er is heel erg veel aan de hand. Mm-hmm. Ik moet hierbij zeggen dat ik zag afgelopen zondag Buitenhof. Daar kijk ik wel eens naar om te zien wie wat nu een beetje tot het semi-officiële nieuws gaat behoren. En daar was ook de vroegere, voormalige Nederlandse ambassadeur naar China. En die was iets wat bedarender over het Chinese oorzaak en de Chinese schuld enzovoort enzovoort. Dat wordt een heel groot verhaal, hè, in de nabije toekomst. En hij zei, ja, er moet natuurlijk een groot internationaal onderzoek komen. Natuurlijk, ja. Geleid door één partij. Ja. Een groot internationaal onderzoek is natuurlijk gewenst, dat vindt iedereen. Maar dat kan niet. Vanwege het feit dat in de Verenigde Staten de zaken die hiermee te maken hebben allemaal zijn geplaatst onder het deken van nationale veiligheid. Dus ze zijn geheim. Als er belangrijke vergaderingen plaatsvinden over de situatie van nu, dan vinden die plaats in een ruimte waar de mensen die er komen, en dat zijn niet de meest vooraanstaande virologen, dat zijn de mensen die meedoen met een project. En die moeten hun telefoons afgeven en alles is, het is heel erg geheimzinnig. Hoe geheimzinniger, hoe beter voor die mensen. Dan geven ze ook de indruk dat het een heel, heel spannend, heel belangrijk is. Maar het wordt geheim gehouden. Ja. Dus wij komen nooit te weten. En op dezelfde manier dat we nooit een officieel onderzoek gaat komen naar de 11e september. Er komt nooit een officieel onderzoek, een werkelijk nieuw onderzoek naar de moord op Kennedy. Er komt nooit een officieel onderzoek naar heel veel dingen waar Amerikanen al jarenlang, decennia lang, een officieel onderzoek verlangen. En ook over dit niet. Dit is over de gang van zaken van wie wist wat op welk moment. Mm-hmm. En heeft China hier misschien een rol in gespeeld die belangrijk is en die daarmee de wereld heeft belaagd? Want zo wordt dat op dit moment voorgesteld. Ja, ja, het is ook waarschijnlijk heel toevallig. Ik denk dat jij er ook wat over te zeggen hebt. Dat Event 201 precies beschrijft. Ze hebben dit eigenlijk al geoefend een paar maanden voordat het ging. Ja, heeft het daarmee, precies. Dat was 18 oktober. Mm-hmm. Dat was Event 201. Waar John Hopkins had dat georganiseerd met geld van de Bill & Melinda Gates Foundation.
En de farmaceutische industrie die in hoge mate ook verband heeft met de Bill & Melinda Gates Foundation. Zowel als wat financiële zwaargewichten en een aantal specialisten, veronderstelde specialisten, die hebben een hele dag lang hebben ze een oefening gedaan over wat er zou gebeuren, zou kunnen ontwikkelen, mocht er zo'n heel gevaarlijk virus bestaan. Heel specifiek een coronavirus zelfs. Precies, een coronavirus. Ja, van alle virussen die je kan kiezen, kiezen zij toevallig het virus uit. Ja. Waar het nu ook om gaat. Ja, precies. Ja. En daar werd, wat ik het interessantste vind, je kan video's nazien van delen van die bijeenkomsten. Ja. En een van de interessantste is ook dat rond de tafel wordt gesproken over de infodemie. De epidemie, niet van het virus, maar van de verkeerde informatie. En de verkeerde informatie is wat wij hier doen bij Welsmerts. Alles buiten de pers. En wat buiten de reguliere pers. Ja, 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 en ja, ja. Dus de informatie die bestaat op wat ook wel het samizdat ondergrondse pers van het internet wordt genoemd. Hoor. Mm-hmm. Tegenwoordig is het zo dat de officiële media, reguliere media in Europa, zeker in Nederland. Nederland is eigenlijk een subliem geval van een perfecte voorgeschreven werkelijkheid waar de pers mee gaat. Die officiële werkelijkheid, die voorgeschreven werkelijkheid, ja, die hecht zich natuurlijk in de hersens van de meeste mensen, want die hebben nauwelijks een middel om andere informatie tot zich te nemen, tenzij ze echt heel veel uren bezig zijn op het internet en ook werkelijk gericht bezig zijn, weten waar ze naartoe moeten. En ook heel goed de subtiliteiten van wat ze daar lezen kunnen begrijpen, want daar is aardig wat kennis van het Engels voor nodig om dat helemaal mee te nemen. Ja. Oké, de... het interessante is dat na die, simulatie-exercitie, heb je de World Economic Forum in Davos, vergadering, een week voordat Tedros, de baas van het WHO, niet de pandemie aankondigt, dat komt vast veel later, nee, hij kondigt iets aan. Er komt een golf van verschrikking over ons allemaal heen, straks, zometeen. Terwijl buiten China toen nog maar misschien 150 gevallen van dat coronabesmetting waren geconstateerd. Okay? Mm-hmm. Dus een week daarvoor hadden diezelfde lieden, Bill Gates, een aantal belangrijke financiële zwaargewichten, vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie, en nog wat lieden die een belangrijke rol zijn gaan vervullen, die hadden dus in Davos met die World Economic Forum vergaderingen, waar ook aardig wat mensen daarna werden ingelicht over wat er besloten was, al belangrijke beslissingen genomen. Waaronder de beslissing van een lockdown die moet gaan komen. Dat is het tweede verhaal, de lockdown, het verhaal van de lockdown. In Europa zijn de regeringen meegegaan met het advies van Niall Ferguson. Mm-hmm. Dat was de Brit die ook Boris Johnson had overtuigd. We moeten een soort van huisarrest instellen voor iedereen in Groot-Brittannië. Want er komen meer dan 500.000 doden als gevolg van dit virus. Hij had het over 550.000. En hij had ook gezegd, in de Verenigde Staten moeten we een dodental verwachten van 200 miljoen. Nu wil het toeval dat de organisatie, hij is van het Imperial College in Londen, maar er binnenin is een soort van apart instituut wat over epidemieën gaat enzovoort enzovoort. Dat wordt zwaar gesubsidieerd door de Bill & Melinda Gates Foundation. Je vindt ze overal terug.
Hij heeft in het verleden, in eerdere gevallen, vooral met het geval van Mond en Clausier, waarvan hij dacht dat er veel menselijke slachtoffers zouden vallen, heeft hij ervoor gezorgd dat iets van 6 miljoen Britse boerderijdieren werden afgeslacht. En het menselijke, nou dat was te verwaarlozen, het aantal mensen die hieraan is overleden. En zo had hij meerdere. Er zijn nog twee andere. Als we daar allemaal op ingaan, dan zitten we hier morgen nog. En nu is het zo dat die Niall Ferguson, die had dus computermodellen gebruikt. Die computermodellen die komen van de University of East Anglia. Mm-hmm. En die computermodellen die hadden dat allemaal dus bewezen dat dat zou gaan gebeuren. Hij had de contact gehad met Macron dezelfde avond van dat contact, dat op 12 maart van dit jaar, heeft Macron dus aangekondigd dat alle Fransen thuis moesten blijven enzovoort. Enzovoort. Rutte had dat een dag daarvoor al gezegd, als ik me niet vergis. En natuurlijk Merkel, Merkel die staat dan in contact met het zogenaamde Koch-instituut in Duitsland. En dat is een soort vergelijkbaar centrum. Op die basis van die computermodellen is dus de lockdown begonnen. Okay? Omdat het miljoenen in plaats van een normale griep, epidemie. Nee, het zou miljoenen gaan eisen enzovoort. Nu is net gisteren die Niall Ferguson, gisteren of eergisteren, we praten nu op woensdag en dit is dinsdag, heeft hij zelf ontslag genomen. Vanwege een error of judgment, een verkeerde inschatting. Wat was die verkeerde inschatting? Dat er geen 250.000 doden in Engeland zouden vallen? Nee. De verkeerde inschatting was dat hij had toestemming gegeven tot zijn minnares om hem twee keer te bezoeken. De minnares, de jonge moeder, wel getrouwd en jonge moeder, maar die was hem twee keer. Dus hij had het verkeerde voorbeeld gegeven. Dat was de verkeerde inschatting. En hij is dus nu, is hij ermee uitgescheiden. Wat daar verder speelt, wat daar verder nog, dat was de Telegraph, de Britse krant de Telegraph. Die heeft dit uit de doeken gedaan. En wat er verder speelt, mag Joost weten. Het kan best zijn dat ook Boris Johnson heeft gezegd, jongen, je moet de laan uit. Ja, tenminste, dat zou ik hopen. Ja. Ja. En het is nu dit. Okay, dus wij hebben onze lockdown te danken hieraan, aan this error of judgment van een voorspelling die absoluut op niets gebaseerd was. Except van een computermodel. ik denk, weet je, het is een. Met dat soort mensen hebben we te maken. Ik heb net nog even naar hem gekeken voordat ik uit huis ging vanochtend. Mm-hmm. Waarin die ook alsof on cue, zoals ze in het Engels zeggen. Hè, alsof het gedirigeerd is, enorm China de pan uitvecht. Want dat mag nu, dat moet nu, enzovoort. Dat is nu de bedoeling. En als je hem bezig ziet, dan vraag je je af, dit soort mensen hebben het over ons te zeggen gekregen. Dat moet je goed bedenken. Ik denk dat we nou verder moeten van verschrikkelijk veel andere dingen om over te praten. Ja, laten we het hebben over de propaganda die nu gaande is vanuit de media, maar ook het censuur, ook op sociale media, van mensen die een tegengeluid brengen. Ja, het is nu heel systematisch geworden. Hè? Dus Facebook en Twitter en ook Google, die zijn akkoord gegaan met het weghalen van wat dan ook verschijnt op hun podia. Het weghalen van al de informatie die niet strookt met het voorgeschreven verhaal. Daar komt het op neer. En dat is echt dat die censuur, die propaganda, dus is onderdeel van propaganda, die omringt dus nu. Mm-hmm. Een ander voorbeeld zijn die fact-checking websites zoals Snopes, het is bekend geworden, maar er zijn vele andere. Ik zie dat vaak in de reacties op de stukken die ik gemaakt heb eerder, die solo videocolommen, maar ook die dingen met die twee uitzendingen met Kees van der Peil. En dan zie ik reacties van ja, maar weet u niet dat? En dan krijg je een link en die link gaat praktisch altijd naar zo'n fact-checking site. Fact-checking sites, die zeggen dus precies
wat wij niet mogen weten. Ja. Hè? Dus het is eigenlijk een goede manier om te weten te komen wat de echte situatie is. Vergelijkbaar met wat we hebben, EU versus disinfo. En dat gaat dan voornamelijk over Rusland en Poetin enzovoort. Dus als je wil weten de werkelijke misinformatie die de wereld wordt ingepompt door zeg maar de Atlantic Council en de NAVO-aanhangers, dan moet je naar EU versus disinfo kijken. En warempel, nu heeft EU versus disinfo, opnieuw een fact-checker site, ook veel over de coronavirus. En raad wie daar de oorzaak van is van het nepnieuws. Moskou. Oh ja, ja. Natuurlijk. Niet het dus, nee, het is werkelijk, we belachen erom, maar het is natuurlijk verschrikkelijk dat dit blijft doorgaan. De regeringen, zeker de Nederlandse regering, die voedt ook die propaganda, die hysterie, die door die propaganda wordt aangewakkerd. Je hebt ook die beelden op tv, die tv-kanalen die doen mee natuurlijk. Beelden van bijvoorbeeld in New York, massagraven, die worden door van bovenaf worden die gefilmd. Wat er niet bijgezegd wordt, is dat dit is routine in New York. Want er zijn veel daklozen en die worden in de ochtend opgehaald. Net zoals in Calcutta, alweer in Calcutta veel meer nog dan New York natuurlijk. Mensen waarvan geen naam is. Dat moet bekend, wel. Ja. Dus niemand weet wie ze zijn. Er is geen... Je hebt dode lichamen. Enzovoort. Ja. Die gaan massagraven in en dat is dus precies hetzelfde. Of je krijgt... Maar het waren oude beelden, toch? Het waren ook nog eens oude beelden. Dat weet ik niet, maar dat geeft niet. Wat belangrijk is, dat hier wordt een heel verwrongen beeld gegeven van wat er nu aan de hand is. Ook die koelwagens vol met lijken enzovoort. Ja, wat wil je? Als alles stilstaat, ook in de ziekenhuizen, dan sparen, dan stapelen de dode patiënten zich op. En die moeten die plekken waar meestal zulke lijken naartoe worden gebracht voor autopsie en noem maar op, voor eventuele strafvervolging, noem maar op, dat staat stil. Of is nu op een heel langzame tempo werkt dat. Dus natuurlijk moeten er dan vrieswagens zijn om al die dode lichamen te bewaren. Maar het helpt met het... de indruk geven, we hebben echt iets met iets verschrikkelijks te maken. Ze zijn niet aan het hypen, wat helemaal niet zo erg is. Ja. Ja. Dan verder is die propaganda vooral ook gericht op het medicijn dat werkt. En daar maak ik me nogal druk over, want dit is iets wat heel belangrijk is. Wij zouden helemaal geen probleem hebben. We zouden helemaal geen enkele lockdown hoeven hebben, want er is nu... behoorlijk bewijs dat het medicijn, opnieuw ontdekt is als werkend tegen deze ziekte, niet de besmetting zozeer, maar de ziekte, is door de Chinezen is dat begonnen. Daar hebben aardig wat medische tijdschriften hebben dat gerapporteerd. Het Westen heeft daar niet op gereageerd, totdat die Franse arts... in zijn ziekenhuis, en hij is een topviroloog in de wereld, wordt algemeen beschouwd als de belangrijke, heeft ook verschillende prijzen gekregen voor het zijn van een topviroloog. Ja. En die heeft dus gezegd, dit is, dit werkt. Daar is propaganda, meteen toen dat bekend werd, kwam er een golf van propaganda van, dus onbetrouwbaar, mensen krijgen hartritmestoornissen, ze gaan er aan dood, het is niet getoetst, er is geen weet ik wat allemaal gebeurd enzovoort. En ja hoor, ik heb dat eerder al een artikel van Trouw ontleed op een van mijn kolommen en ook de laatste keer met Kees nog de Volkskrant genoemd, die ook aankwam zetten met dat zogenaamde test onder Amerikaanse veteranen enzovoort. En ja hoor, de NSC Handelsblad, waar ik vroeger met heel veel plezier voor heb gewerkt, 20 jaar lang, maar dat was een andere krant toen, die kwam op vrijdag, afgelopen vrijdag, kwam die ook met een artikel
geschreven door Sander Voormolen. En dit is echt stinkende journalistiek. Het gaat hier om wat er is aan middelen. En dat gaat natuurlijk over de onbetrouwbaarheid van die hydrochloroquine. Mm-hmm. In combinatie met zink en met antibacteriummiddel. Mm-hmm. Ik zal daar later nog wat meer over zeggen. Want mensen vragen steeds van wat is nou precies dat medicijn? En dat wordt dus helemaal hier dus weggezet. Er wordt geen poging gedaan om die geslaagde pogingen van diverse artsen en ook Nederlandse ziekenhuizen overigens, die het zo half officieel mag niet, want er wordt erg veel, maar ze doen het wel. Oké. Dan noemt het wel een middel van remdesivir. Oh, daar zijn de perspectieven zijn niet erg rooskleurig enzovoort. Maar inmiddels, er is een test gedaan, dat schrijft hij ook hier. Dit is echt stinkende journalistiek. Hè? Mm-hmm. Inmiddels is dat middel nou juist goedgekeurd door de Federal Drug Administration in de Verenigde Staten. En waarom zou dat zijn? Wel, het wordt gemaakt door een heel groot farmaceutisch bedrijf, het Gilead-bedrijf. Dat is een van de grootste bedrijven. Overigens, heel interessant. Wie was daar een belangrijke bestuurder van? In het bestuur, hij was hoofd van de raad van bestuur voor een jaar of 4 lang. Dat was Donald Rumsfeld, de minister van Defensie in het Amerikaanse kabinet van George W. Bush, die ons die eerdere wereldpaniek heeft bezorgd van de naar aanleiding van de 11e september. Mm-hmm. En als je dan daar weer in gaat duiken, dan zie je dat diezelfde organisatie, die Gilead-organisatie, die speelt een rol in biodefense. Oké, dus er zijn allemaal draden, connecties. En sommige moet je niet te serieus nemen misschien. Sommige moet je achterna. Maar je moet het wel in je achterhoofd hebben om een beeld te krijgen over wat hier gaande is. Mm-hmm. Kun jij nog iets zeggen over, want we zijn nu aan het afsteven naar overheden die allemaal zeggen we moeten vaccineren. Hoe zit het met die vaccinaties? En waarom gaan mensen er zo hard achteraan? Ja, nou, is natuurlijk een kijk, ik wilde even zeggen dat er is een veelheid van motieven achter de stuwkracht van deze lockdown en van deze schijnpandemie. Want dat is het, hè? Ik noem dat een schijnpandemie, want de werkelijke dodelijke slachtoffers ervan, die zijn een stuk lager dan de gemiddelde sterftecijfers van een normale griepepidemie. Mm-hmm. Dat is diverse malen al aangetoond. Mensen die kunnen zeggen, ja, waar heb je de wetenschappelijke onderbouwing daarvan? Nou, zoek het maar op. Het is allemaal makkelijk op te zoeken. Er zijn een aantal heel belangrijke groepen, belangengroepen, die hier enorm voordeel mee behalen. Je hebt de farmaceutische industrie. Ja. De farmaceutische industrie heeft een groot probleem. Er gaan biljoenen in om. Hè? Het is een krankzinnig belangrijk. Een grotere industrie. Een van de grootste. Ja. Ze hebben heel veel invloed gekregen, ook in de media. Ze hebben heel veel invloed gekregen op de manier waarop zorg tot stand komt in Europa en natuurlijk de VS, overal. Ze hebben heel veel invloed op nieuwe medicijnen, ontwikkeling van medicijnen enzovoort. Maar ze hebben één groot probleem. Ze werken natuurlijk met patenten. En patenten die lopen op een gegeven moment af. Ja. Dat patent op hydrochloroquine, wat dus werkt als geneesmiddel, dat bestaat al lang niet meer. Mm-hmm. En dat krijg je voor een dubbeltje of minder nog in India. Te maken. Ja. Dat kost niets. Ja. Wat ik eerder noemde, dat remdesivir, dat is een nieuw iets. Nieuw middel. Ja. Dat is nieuw iets. Ja. Dus dat mag wel. Ja. Okay.
Dit is een voorbeeld van de farmaceutische industrie. Dan hebben we een heel ontzettend belangrijke belangengroep is die echte grote, zware financiële jongens. De Federal Reserve in de VS. De banken die op het punt van instorten staan, zoals Deutsche Bank. Mm-hmm. Er is nu al 2 jaar sprake van haalt de Deutsche Bank volgend jaar nog, dat soort dingen. Al in september kwam de Fed, de Federal Reserve in de VS, die dus een soort van centrale bankfunctie heeft in de Verenigde Staten, die kwam met een nieuwe boekhoudtruc door op de begroting $2 biljoen te zetten. Voor, ja, als ze helikoptergeld noemen. Helikoptergeld, dat is dat gooien naar beneden en je hoeft er niks voor terug te krijgen. Ja. Okay? En bedoeld voor grote financiële instellingen. Ook interessant genoeg, een stuk of 6 Europese financiële instellingen. Dat begon al in september. Mm-hmm. Je moet er naar zoeken, maar als je het vindt, dan vind je een heleboel over deze kant van de zaak. Er komt heel veel nu samen. Nou, ja. Je kan niet zomaar helikoptergeld gaan gebruiken, ergens moet er een beetje geloofwaardigheid aan zitten, anders dan krijg je een nog grotere crisis. De geloofwaardigheid komt nu door deze epidemie. Deze wereldpaniek. Ja. Het moet nu wel. Ja. En wat je ziet, ik ben bezig om dat wat meer uit, want ik probeer daar ook later een videocolom, een solocolom van te maken. Wat er nou echt aan de hand is in die financiële wereld in de Verenigde Staten, maar dat betekent ook natuurlijk voor de wereld. Het belangrijkste deel van dat geld, en dat gaat veel meer zijn dan die 2 biljoen, men raamt het nu op 6 biljoen en waarschijnlijk nog meer, want er zijn allerlei manieren, ook via boekhoudtrucjes, om dat weer te vergroten enzovoort, krijgen we straks een kolossale hoeveelheid, een vloed van geld, dat gaat naar banken die in grote problemen zijn, vanwege het gemodder wat ze hebben gedaan in de afgelopen tijd. En niet het schoonmaken van hun eigen zaakjes. Omdat met het geld wat ze eerder kregen na die crisis van 2008. Dus hebben ze niets mee gedaan om zichzelf gezonder te maken. Ze hebben het gebruikt om eigen aandelen op te kopen. Wat de koersen omhoog gaat. En ook de beloning van de managers van die bedrijven. Maar oké, dat is een lang verhaal. Die hebben hier een belangrijk voordeel bij. En dan hebben we ook, heel belangrijk, natuurlijk de instelling van het WAO. Die is corrupt. Niet in alle gelederen natuurlijk. Het is een hiërarchie. En ik denk dat er heel veel lagen van WHO-mensen die ook in verschillende landen bezig zijn, die zijn best wel betrouwbaar. Maar het gaat om de top. En de top, Tedros, dat weten we van, is heel erg corrupt. En diverse niveaus in de hoge regionen ook. Want het is verstrengeld met die farmaceutische industrie. En dan hebben we vooral ook, en dat is een hoofdfiguur, het is een is Bill Gates. Bill Gates, hij is dus de man die de wereld al heeft voorzien, de helft van de wereld voorzien, van een computer operating system, een bestuurssysteem. Dat heeft hij gedaan op een hele interessante manier. Ik heb dat kunnen volgen omdat ik al in de jaren, eind van de jaren 80, was ik al bezig met computers. Ik heb ook MS-DOS gebruikt enzovoort. Yeah. En ik zag, omdat ik verschillende dingen deed met mijn computer, zag ik hoe Bill Gates in staat was om zijn bestuurssysteem als enige mogelijkheid te blijven handhaven en door te drukken. Omdat alle leveranciers van software, die werden verplicht om dat te gaan gebruiken en konden niet andere systemen voor andere systemen werken. Dank. Een heel interessant verhaal. Hoe kon hij dat verplichten? Ik was niet dat is gewoon een soort van chantage. Als je dit doet, dan mag je niet bij ons. Oh, nou ja, dan is dat gelopen. Ja, want als jij, en precies, in monopolie. Forceren. Precies, hij forceerde monopolie. Hij is erg pushy, hij drukt door en hij is een heel merkwaardige figuur.
die, ik denk dat we daar later even op terug moeten komen in verband met weer een ander aspect van het geheel. Maar hij is dus echt belangrijk als... Bill Gates is als, een centraal figuur in, heel erg in die vaccineren. Ja, precies. In de vaccinaties ook. Oké, dus we hebben, nogmaals, kijk, wat er komt een crisis. Ja. En er zijn verschillende mensen, maar vooral ook groepen en bedrijven, die dan gebruik maken van die crisis om hun belangen te vergroten. Dus dat heb je hier ook. Het is zeg maar, het is opportunisme. Het is en je weet, het kapitalisme hangt aan elkaar van opportunities. Je krijgt een kans, dan doe je er iets mee. Je hebt zelfs, als je, als je in de raad van bestuur zit, of als je een manager bent van een bedrijf, een kapitalistisch bedrijf, waarvan winst maken het doel is, dan heb je fiduciaire verplichtingen om ook alles te doen om die winst te vergroten. Okay? Dus het zit op een natuurlijke manier zit dat erbij. Het is maar welke mogelijkheden aangeboden worden. Ja, precies. En in dit geval worden de mogelijkheden aangeboden om met deze, nep-epidemie mee te gaan en daar geld aan te verdienen. Dus je zult allerlei opportunistische partijen hebben. Maar er zijn ook mensen die daar centraal in zijn om die neppigheid te maken. Nou, die vaccinatie, dat vaccinatieaspect. Ja, laten we gaan naar de vaccinatie. Dat is echt een kolossaal gevaar. Dat is werkelijk een kolossaal gevaar. Ik heb gemerkt dat zodra Kees van der Peil en ik zeiden dat de gevolgen van een grootscheepse inenting, misschien nog voordat die 18 maanden die steeds genoemd worden voorbij zijn, maar misschien al veel eerder, misschien al voor het eind van dit jaar enzovoort, wordt nu gezegd. Een vaccinatie die niet is uitgeprobeerd op dieren en zeker ook niet op menselijke proefkonijnen, dat de dodelijke gevolgen daarvan hoogstwaarschijnlijk het dode aantal wat toegeschreven wordt aan de coronavirus, en dat is ook nog maar de vraag, hè, hoe betrouwbaar die statistieken zijn. Ze zijn erg onbetrouwbaar, maar het zal dat dodental gaan overtreffen. Het is uiterst gevaarlijk. Daar moet je iets meer van weten over vaccinatie, wat het is. En heel veel mensen weten dat niet, want die hebben altijd vertrouwen gehad dat vaccinatie is goed, dat moet je doen enzovoort. En het percentage van mensen dat overlijdt aan vaccinatie wordt bijna nooit geopenbaard. Mm-hmm. Want dat hebben die bedrijven ook wel goed door. Ze hebben ook indemnity. Ze hebben nu Bill Gates staat steeds te verkondigen, ook op YouTube, van we moeten eerst, voordat we met dat vaccin komen, moeten we indemnity krijgen. We moeten dus vrijstelling krijgen van rechtszaken tegen ons vanwege de kwalijke gevolgen van die vaccinatie. Mm-hmm. Nou, Bill Gates heeft daar ervaring mee, want hij heeft op grootschepse wijze heeft die poliovaccins in India toegepast, waarbij, god, ik ben het getal even kwijt, maar iets van een half miljoen kinderen die zijn verlamd geworden. En hij heeft vanwege het vaccin. Vanwege het vaccin. En er zijn natuurlijk, kijk, die vaccins, die hebben weer afgeleide vaccins daarvan. En men heeft geconstateerd, en ik heb het nu echt over specialisten. Je kan het ook vinden op het internet. Dus het is wel degelijk wetenschappelijk onderbouwd. Op die manier. Wetenschappelijk in de zin dat andere lieden die zich ermee bezighouden, die hebben geconstateerd dat die polio golven in de Filipijnen en in de Congo en in Afghanistan waren het gevolg van vaccins. Die waren door het Bill Gates vaccins geïnfecteerd. Ja, ja. Dus het is een heel gevaarlijk iets. En het wordt verschrikkelijk gevaarlijk als straks in Europa ook een situatie gaat ontstaan waarbij wij worden verwacht om ons te laten vaccineren als we nog een vliegtuig in willen stappen. He, of als we nog iets anders willen paspoort. Doen. Dan krijg je, ja, dat wordt voorgesteld in Duitsland. Maar ik kreeg net een e-mailtje binnen die zegt, nee, er is van, op dit moment van afgezien vanwege de grote Duitse tegenstand. Ja, Ja, een aantal mensen zijn aan het wakker worden, maar het blijft bij een minderheid. Ja. En kijk, het hele verhaal van vaccinatie zou beter begrepen moeten worden.
Er is heel veel onnodige vaccinatie, dat weten we al lang. Ik heb al eerder verteld, op een eerdere gelegenheid, dat ik zelf ben zwaar ziek geweest door een vaccinatie van 2017-2018. Toen ik gehoor gaf aan de uitnodiging van het gemeentehuis van Ouderkerk aan de Amstel om ook mijn gratis grieppik te halen. Ik ben erg ziek geweest. Yes. En ik heb later begrepen dat juist die golf van vaccinaties gezorgd heeft voor heel veel slachtoffers. Dus, en dat is een vaccinatie die men al heel lang toepast, ja, voor een griep. Ja. En dan hebben we het hier. Nee, het is altijd een andere, want de influenza ja, verandert. Zijn meerdere typen. Maar het is wel de RIVM, is een instelling in Nederland die daarop toezit. Hè. Die organiseert dit. De RIVM die heeft ook niet alleen connecties met Bill Gates, wordt gedeeltelijk betaald door Bill Gates om weer een nieuw poliovaccin te ontwikkelen. Maar Karel, mijn punt is dat influenza-vaccins maken we al een tijdje. Daar is veel voor bekend. En zelfs in dat geval gaan er dingen vreselijk mis. Ja. En ik ben vroeger op de universiteit geleerd, ja, vaccinatie is geweldig, dit en dat. En er zitten gigantische voordelen aan. Ik ben niet iemand tegen vaccinaties. Maar we hebben het hier te maken met een vaccinatie voor een coronavirus, een heel ander type virus, dat veel te snel ingezet wordt. En er zijn gigantische gevaren bij vaccineren. En dan willen de mensen die vaccinaties maken ook nog indemnity hebben tegen, oh, als heel veel mensen bij dood gaan, nee, dan is het niet onze schuld. Ja, ja. Ja. Dat is natuurlijk een bizarre samenhang. Nee, het is verschrikkelijk. Kijk, je moet er rekening mee houden dat we hebben te maken met verschrikkelijk veel geld. Mm-hmm. En als je verschrikkelijk veel geld hebt, dan kan je een legertje advocaten op de been houden. Dan kan je een legertje van auteurs op de been houden die allerlei dingen schrijven over hoe fijn het is om gevaccineerd te worden. En hoe al die ideeën van gevaren van vaccinatie, hoe dat nepnieuws is. Dat hebben we nu. Kijk naar die fact-checkers. Dan ga je dus vaccinatie. Ze hebben allemaal betaald. Eén naar de ander is dus vaccinatie is veilig. Ja. Enzovoort. Nou, ze hebben allemaal dezelfde mening. Dit is de manier waarop je. We zijn zeg maar omringd, omzwachteld. Mm-hmm. Door een propagandastelsel. Wat dus heel effectief is, mede omdat men is bang natuurlijk. Men is heel bang. Er zijn andere factoren in het spel, maar ook omdat, ja, het is toch iets waar mensen met hersens en waar mensen met, het wordt verondersteld, er is verantwoordelijkheid in die hoofden. Er is verantwoordelijkheid in die hoofden van de regeerders. En dat is gedeeltelijk ook wel zo. Natuurlijk. Ik denk dat een grote meerderheid, ook in het medische establishment, die zijn zich niet bewust hiervan. Ook dat kan je op het internet vinden. Mensen die zeggen, we praten over hun cursus. Hoe word je arts? Je krijgt van alles en nog wat. Kijk, krijg je een heel uitgebreid iets over vaccineren? Nee, praktisch niks. Mm-hmm. Dat is een voorbeeld. Ja. Een van de dingen die Brighton Group, die ik vorige keer noemde, een van de belangrijkste dingen die ze doen is beurzen uitreiken aan mensen die studies gaan schrijven over het feit dat vaccineren helemaal niet gevaarlijk is. Kijk, we krijgen hier een situatie waar Weltschmerz niet tegenop kan boksen, dat kan je wel zeggen. Ja. Oké, dus iemand noemen die ook gereageerd heeft op ons vorige gesprek met Kees van der Peil. Ja. Die heeft het ook over het oorsprong van het laboratorium. Die heeft over die Franse medicus, Didier Raoult, die dat medicijn heeft gepopulariseerd, zeg maar, in de wereld. Er is ook een Amerikaanse arts die dat heeft gedaan. Maar hij is dus waarschijnlijk wel de belangrijkste. En die man die gebruikt een pseudoniem en meestal ga ik dan absoluut niet op in. Hè. Als iemand een pseudoniem gebruikt, dan weet ik niet wie het is. En dan is het ook, waarom gebruik je niet je naam als je zeker van je zaak bent. Maar toch wil ik even iets zeggen, want ik heb wel een behoorlijke mate van sympathie van mensen die op zoek zijn naar hoe kan het nou. Hè? Jullie op Weltschmerz vertellen ons allerlei dingen die zo anders zijn dan wat we altijd horen. Hè? Ja, het is van niet, nieuws, van niet vrienden, wetenschappelijk van onderbouwd. Van het is, artsen, ja. Enzovoort. Ja. Nee, het wetenschappelijk onderbouwd zijn. Kijk, als je al die dingen allemaal volgt en goed
goed luistert, dan zie je hoeveel er absoluut is onderbouwd met feiten. Het zijn feiten. En je citeert ook mensen die zich, dit is hun vak, daar hebben ze zich in verdiept. Er zijn, als hij niets kan vinden op het internet, wat hij dus zegt, of niet voldoende kan vinden, moet hij dieper zoeken. De links die hij me dan stuurt, dat zijn links die ik al lang geleden heb gezien. Maar als hij verder zou hebben gekeken, dan vind je veel meer, ook in de medische journals. Ook in de Lancet, ook in Science, ook in van alles en nog wat. En wat we gaan doen, onder het venster van dit gesprek, gaan we wat links geven van die ondersteuning meer van wat we allemaal zeggen. Ja. Ja. En dat verandert natuurlijk steeds. Dat is nu een ontzettende vloed ervan. Ik heb ook iets van 7 tot 8 uur per dag dat ik ermee bezig ben. Ik word wakker om 4:00, dan ontbijt ik en dan ben ik 2 uur bezig. En daarna, als ik weer opnieuw opsta, dan ga ik eventjes slapen. Dan ga ik opnieuw opstaan en ben ik van 10 uur tot 4 uur 's middags bezig om allerlei dingen te verzamelen. En om vooral ook te kijken wat niet klopt. Ja. Zijn sommige conclusies over het verloop van de zaak, over het lab, over hoe een virus... In de laatste tijd ben ik me vooral gaan bezighouden met wat een virus eigenlijk is. En dan kan je vertellen, de oneenigheid daarover. Nou, ze vechten elkaar nog net niet de tent uit, maar het lijkt er wel op. Er is ook dat hele coronavirus van nu is nog nooit geïsoleerd. Nee. Hoe kan je nou een vaccine maken tegen iets wat nog niet... Het kan gewoon helemaal niet. Dat wordt ook breed uitbeweerd in die wetenschap. Je kan hier geen vaccine tegen maken. Oké, dat is dus opnieuw weer, begin ik op glad ijs te komen. Dus zullen mensen zijn, dat kan best. Er zijn want die hebben het technieken al... waardoor je niet met enkel niet met de RNA... corona. Oké, nogmaals. RNA is een onderbreking van jouw natuurlijke manier van afweer maken. Okay? Mm-hmm. Het is genetisch. Je brengt een genetisch element in het geheel. Yeah. Als we daarover doorgaan, dan zitten we hier een uur later nog. Hè? Dus, maar laten we dat misschien een andere keer doen. Okay. Even dit verhaal verder vertellen. Yeah. Kijk, nogmaals even terugkomen op Gates. Ja, lijkt me ook. Je hebt hij heeft een soort van verfijning gevonden van het filantropisch kapitalisme. Wat je doet, je bent de rijkste man van de wereld, of de ena of twee na laatste. Het is mensen. Een beetje zuivertje wisselen met Jeff Bezos van Amazon. Maar oké, je bent de rijkste man van de wereld, maar er is nooit een genoeg. Je wil meer. In zijn geval. Ik probeer mezelf te verplaatsen in de hersens van iemand die de rijkste man van de wereld is. En dat kan ik natuurlijk niet. Ik heb geen idee hoe dat voelt. Maar ik kan me wel voorstellen, en dat blijkt ook uit zijn optredens. Hij heeft een soort van een grootheidswaanzin idee. Hij wil science fiction. Hij is ook van een generatie die is opgegroeid met science fiction. Net zoals ik overigens. Ik heb ervan gesmuld in de tijd. Mm-hmm. Vooral ook omdat je te maken kreeg. En science fiction, social science fiction. Wat kunnen maatschappijen zijn of hoe zouden ze kunnen worden als je ermee gaat boetseren? Nou, dat wil hij. Dat doet hij. En hij wil de wereld, de hele wereld, alle 7 miljoen of miljard mensen van de wereld, wil die allemaal vaccineren. En het moet vooral beginnen natuurlijk in Europa. Ursula von der Leyen, op wie niemand heeft gestemd in Europa, die doet graag mee, heeft ze al gezegd. En filantropisch kapitalisme. Wat doe je? Je zet een stichting op. Die natuurlijk dan belastingvrij is. En aan die stichting komen allerlei bedrijven te hangen. Die van alles en nog wat doen. En ook verschrikkelijk veel geld kunnen maken. Verschrikkelijk veel winst kunnen maken. Maar daar heeft Bill Gates en zijn belastingdingen geen last van. Dus hij krijgt steeds meer miljarden toegevoegd aan dat fortuin wat hij al heeft. Dat noem ik filantropisch kapitalisme. Het is heel belangrijk om dat te beseffen. Omdat... Hij wordt natuurlijk gezien bij heel veel mensen als de grote weldoener.
Notabene nu zorgt hij ervoor dat... Dat is een wat hij creëert. Hè, ja, precies, de WHO ondersteunt hij nu. Trump heeft gezegd, geen geld meer van de WHO. Kan dat is dit niet een soort Robin Hood die juist heel erg goed voor de mensen is? Nee, het antwoord is absoluut niet. Ja. Het is een gevaarlijk iemand. Ja. Iemand met grootheidswaanzin. Iemand die al heel erg veel op zijn geweten heeft wat betreft mislukte vaccins. Die uitprobeert op, nogmaals, ga naar de factcheckers toe en dan zie je dat het allemaal niet waar is wat ik nu vertel. Okay? Ja, tuurlijk. Wereldcontrole, daar gaat het om. Dit is, kijk, een soort van onderliggende motivering. Je hebt een aantal belangengroepen en die hebben hier voordeel aan. De Amerikaanse militairen, die hebben al wat begrepen dat full spectrum dominance, via militaire middelen, via het omverwerpen van andere regeringen enzovoort, dat werkt niet. Want ze kunnen eigenlijk op militair gebied niks doen. Ze kunnen geen conventionele oorlog meer winnen. Het is nou duidelijk geworden dat je kan mensen, je kan hele landen plat bombarderen, maar daar schiet je verder niet veel mee op. Dus full spectrum dominance op de militaire manier, hè, wat vooral na de 11e september het idee was, dit moeten we gaan doen, dat was George W. Bush en de neoconservatieven in zijn regering, dat kan niet. Nu hebben we full spectrum controle. Mm-hmm. In no time. Na een weekje in de World Economic Forum in Davos. Een aantal mensen komen bij elkaar en die zijn in staat. Nee, je houdt het niet voor mogelijk. Die zijn in staat om de halve wereld economisch te verlammen. En om ons allemaal heel zware vrijheidsbeperkingen op te leggen. Nou, ik hou het wel voor mogelijk. Als je de media kan vormen, dan kun je de mening van alle mensen bijna op aarde vormen. En er zijn alleen nog maar kritische mensen die gezien hebben dat de media gecorrupeerd is, die nog hebben van, wacht, er klopt helemaal niks van. De gewone man buiten luistert naar de media, zijn vrienden luisteren naar de media. En als er maar één verhaal in de media komt, met een klein beetje controverse op een punt dat helemaal niet belangrijk is, het is te bizar voor woorden, ben ik helemaal niet eens. Maar ik kan het me wel voorstellen, je ziet het gebeuren. You preach to the converted. Ik zeg dat al 25 jaar, maar vooral de laatste 20 jaar. Nou ja, excuseer. Dan verder hebben we de miljardairs als een politieke factor. Mm-hmm. Kijk, we hebben dus Bill Gates, we hebben Jeff Bezos van Amazon, we hebben Soros en we hebben Buffet. Alleen al Gates en Bezos en Buffet, die drie heb ik net, ik had het bij me gestoken en op het laatste moment niet in de map gestopt. Die hebben nu op dit moment niet alleen dat ze profijt hebben gekregen van deze wereldpaniek. Het is omgezet, dit is een instituut wat zich bezighoudt met public integrity, ook in de Verenigde Staten. Ja. En ik vertrouw die mensen. Ik heb wel eens met ze te maken gehad, ook alweer een generatie geleden. Maar dat zijn betrouwbare lieden. En die hebben uitgerekend dat ze iets in de buurt van, het precieze cijfer heb ik dus niet voor me, maar iets in de buurt van 300 miljard al verdiend hebben aan dit geheel. Oké? Ja. Ja. En het afhangende van hoe die statistieken worden gemaakt, en ik heb die statistieken dus niet grafisch gezien, maar hun gezamenlijke bezit, uitgedrukt in dollars, is evenveel als de onderste helft van de Amerikaanse bevolking bij elkaar. Ja. Dat is, ik weet dus niet hoe betrouwbaar dat is en hoe die statistieken gevormd worden. Ik kan je wel vertellen, het is een krankzinnig hoeveelheid geld. Ja, obscene hoeveelheid geld. Daar kun je veel mee doen. Dus we hebben hier een situatie, en dat zijn dus die drie. En er komen er andere bij. Soros wordt er niet eens bij genoemd. En er zijn nog anderen die ook op dit moment heel erg actief zijn. Nou, hoe kunnen we deze lieden zien in een algemeen plaatje wat gangbaar is in het economische denken en in het politieke denken? We hebben natuurlijk, in de 19e eeuw hadden we Karl Marx en die had een aantal zeer briljante ideeën. En daar is natuurlijk heel veel op gebaseerd geweest, waaronder ook onze PvdA. En aanvankelijk natuurlijk, niet nu, want het is heel iets anders geworden. Maar we hebben natuurlijk hier een
ideeën van hoe de maatschappelijke wereld, de economische wereld in elkaar zou kunnen zitten. Zoals Marx het zag. En ik denk dat hij zeer briljante inzichten had. Maar hij had het, interessant. Hij had het over de eigenaren, de owners of the means of production. De eigenaren van de middelen van industriële productie. Yeah. Hij heeft niet kunnen zien wat er in de loop van de 20e eeuw gebeurde. Toen die macht van die eigenaren van means of production overging naar de macht van de managers van de means of production. Dat is iets heel anders. Daar hebben andere auteurs hebben daar heel erg veel boeken aan gewijd. Je kan een bibliotheekplank vullen ermee. Ik heb zelf een halve plank vol boeken over dit soort dingen. En dat was de opkomst van de manager. Mm-hmm. Het verschil tussen eigenaar en een manager is dat de eigenaar die wil niet zien dat zijn eigen bedrijf ten gronde gaat. Voor de manager, waar als zijn bedrijf ten gronde gaat een enorm groot pakket van inkomsten aan vastzit, vindt het helemaal niet erg. Nee. En er zijn heel veel voorbeelden, vooral in de Verenigde Staten, van managers, van grote bedrijven, die moedwillig of half moedwillig of de zaken maar laten gaan enzovoort, waardoor het bedrijf de grond ingaat, de grond in wordt geboord, terwijl ze daar zelf miljarden aan overhouden. Dat is dus verschil tussen de eigenaren en de managers. Managers zijn technocraten. Managers zijn mensen die hebben een heel andere functie in het geheel dan eigenaren. Intussen is er veel meer gebeurd. Hè? Tegen zo het einde van de 20e eeuw, de laatste 20 jaar, kreeg je eigenlijk, we kunnen het vanaf 1971, toen Nixon de dollar van het goud afhaalde. Dat was een van de belangrijkste evenementen van de eeuw, van de vorige eeuw. Helemaal mee eens. En toen is daar geleidelijk aan en steeds groter wordend financieel gefinancialiseerd kapitalisme voor in de plaats gekomen. Heel veel mensen die nog altijd praten, ook in de Tweede Kamer en mensen in de hele politiek, die hebben het over kapitalisme, dan denken ze aan iets heel anders dan wat het geworden is. Klopt. En het is ook zo dat aardig wat lieden, zo'n maand of twee geleden, die reageerden op kolom en zeiden, maar wie schiet er iets mee op met deze pandemie? Want het gaat toch helemaal achteruit, die economie? Ja, natuurlijk, gaat verschrikkelijk achteruit. Maar dat geeft niet. Want we hebben te maken met een gefinancialiseerd kapitalisme waar de prioriteiten anders liggen. Die liggen bij de grootste en de rijkste. Ja. Bij de financiële instellingen die de baas zijn geworden van het hele kapitalistische stelsel. Mm-hmm. Daar is nu gelukkig geleidelijk aan meer en meer literatuur over. Nogmaals, als je erin gaat duiken, nou dan ben je een jaar zoek. En maar dan leer je een heleboel van onze situatie nu. Maar er is nog een volgende stap. Door de digitalisering van het een en ander, door het internet, door het hele computergebeuren, hebben we categorieën gekregen van schatrijke mensen die daarmee schatrijk zijn geworden. En dat zijn die miljardairs waar we het over hebben. En dat is een oligarchie. Het is een. Er zijn er mensen bij die liggen daar buiten. Maar de belangrijkste, voor zover ik heb kunnen zien, die kennen elkaar, zien elkaar. Er is één keer een vergadering geweest in 2009 van de rijkste mensen, waar ook Bloomberg bij zat en Soros enzovoort en Buffett enzovoort en natuurlijk Gates enzovoort. En het interessante is, wat ik steeds interessant vind, dat ze hebben het dan steeds over de noodzaak dat er een beperking komt op de wereldbevolking. Ze zijn heel erg, ze willen heel graag dingen doen zodat de bevolking, wereldbevolking kan verminderen. Ja. Er zijn aardig wat Nederlanders die zeggen, nou goed, hey, fantastisch, dat moeten we vooral doen, want de wereldbevolking is veel te groot. En die hebben ook niet goed gekeken naar wat er in feite aan. Er was een boek, The Population Bomb, die ons een paar decennia geleden de schrik aanjoeg, want er waren te veel mensen op de wereld. Het is allemaal weer speculatie. Okay, maar het belangrijkste is dat deze mensen, wat ze gemeen hebben, en zeker Bezos ook, Bezos is ook zo'n science fiction figuur, die wil
in de ruimte allerlei kunstmatige satellieten maken met tuinen erin enzovoort enzovoort, omdat de toekomst wordt overbevolkt en die hebben we straks nodig. Maar hij is ook en die heeft, die is ook heel erg enthousiast over wat er nu gebeurt. Soros heeft zijn vinger in praktisch alle borden pap die er zijn. Die is heel erg zwaar bezig met dat CO2 gebeuren. En immigratie. Klimaatgekte enzovoort. Hij zit bij alles. Oké, dus dit zijn de mensen die op dit moment verschrikkelijk veel politieke macht hebben gekregen en in staat zijn geweest, nou Bill Gates dan in het bijzonder, en die financiële overlords in staat zijn geweest, heel klein groepje mensen, om de wereld die we nu kennen helemaal te veranderen. Ik denk dat praktisch iedereen is het daar nu wel over eens, dat die wereld veranderd is inmiddels. Oké? Dus er zijn dus een klein groepje miljardairs, om even dat af te sluiten, en zij hebben door dat ze hun beeld heel positief willen krijgen door filantropie, ik kan het woord niet goed uitspreken, zij hebben gigantische hoeveelheden geld, die worden trouwens ook nu meer, en die kunnen ze gebruiken op allerlei manieren om zo'n situatie naar de hand te zetten, of zelfs te creëren wellicht. Ja. Maar ik denk dat we het ook moeten hebben over de lockdown hier in Nederland. Sure. Nederland is nu beperkt open aan het gaan. Ja. Waar gaat dat heen? En wat wil je daarover zeggen? Ja, ik denk dat even voordat we Nederland uitzonderen, de wereld als geheel, ja, India en dat soort de minder, zeg maar, de minder goede landen, de minder kapitaalkrachtige landen, is natuurlijk verschrikkelijk, hè? Nu al. En dat gaat miljoenen kosten. De armoede in de wereld gaat omhoog. En het is nu verschrikkelijk, maar het wordt zo. Daar heeft Europa ook, krijgt straks ook enorm last van. We krijgen een armoedegolf die zijn weerga niet heeft. We kunnen ons ook nauwelijks een voorstelling bij maken van wat er eigenlijk gebeurt. In Nederland is het nog wel te beperken als het meteen open gaat. Nou, als we nog een maand wachten, dan is de situatie in Nederland heel schrikbarwekkend, denk ik. Ja. En daar hoef je geen computermodeller voor te zijn of een deskundige voor te zijn of een econoom voor te zijn om dat te zien. Het is wat ons boven het hoofd hangt nog altijd, zou nog erger kunnen zijn dan wat we nu meemaken. Verplichte 1,5 meter afstand, het is... Sorry, Ramon, het is krankzinnig. Het kan niet. Ja. Het kan ook niet worden afgedwongen. En normaal werken kan niet. Nederland zou meteen open moeten. En dat betekent cafés, de horeca, helemaal. Ja. Dan krijgen we wel, zoals al eerder de vorige keer dat ik hier zat gezegd, dan krijg je een piek. Want dan gebeurt er wat er aanvankelijk had moeten gebeuren. Ik krijg een verzoek van een arts. Kreeg ik een e-mail. Ja. Verzoek van een arts. Leg alsjeblieft duidelijk uit dat besmet raken is niet hetzelfde als ziek zijn. En dat we besmet moeten worden om het immuunstelsel, ons eigen immuunsysteem een gelegenheid te geven om zich te waarborgen tegen ziekte. Ja. Dat is heel belangrijk. Dat is niet gebeurd. Daar heeft natuurlijk Rutte had daar even het idee van, totdat hij de opdracht kreeg van, nou Ferguson, je moet echt alles dicht doen. Enzovoort. Rutte had het over herd immunity. Dat is een stom woord om te gaan gebruiken, want dat lijkt alsof je een kudde koeien of schapen bent. Het is een normale manier waarop altijd wordt gereageerd op een griep of een andere ziekte die de ronde doet. Je stelt het immuunsysteem in staat om antistoffen aan te maken. Want er komt gif binnen, er wordt antistoffen tegengemaakt. Ja, en dat moet getest worden, je immuunsysteem. Als nu de zaak open gaat, dan krijg je dat. Je kan het niet geleidelijk doen. Dat idee van geleidelijk aan, denk ik, klopt helemaal niet. En die epidemiologen, die kennen hun eigen, ook al eerder gezegd, die kennen hun eigen geschiedenis niet. Ik weet niet wat daar in het RIVM allemaal wordt bediscussieerd. Maar het is werkelijk, ik denk het krankzinnige is dat iemand die een beetje de kennis heeft van epidemieën, die zou zoiets niet voorstellen. Het is niet mogelijk om gradueel iets te doen. Dat werkt niet. Nog nooit gewerkt. Er is geen enkel voorbeeld in de geschiedenis dat dit heeft gewerkt. Nogmaals,
Natuurlijk ben ik niet een epidemioloog, maar zoveel weet ik wel. En ook dat is allemaal na te gaan. Ga maar na. Het is echt allemaal te vinden als je je best doet om het te vinden. En dat kost tijd natuurlijk. Yeah, yeah, okay? Yeah. Dus je kan ook, weet je, dat is... Waar ik bang voor ben, is dat als we straks opengaan, dan is het met voorwaarden, zoals... die anderhalve meter. En mondkapje. In België is dat al zo. Je kan niet in het openbaar vervoer zonder mondkapje. Mm-hmm. Flauwekul. Werkelijk waar het is om te beginnen. Geeft dat dan ook weer niet de gelegenheid. Voor je immuunsysteem van andere mensen. Om vat te krijgen. Als je tot de categorie van makkelijk. De risicogroep behoort. Zoals ik. Yeah. Natuurlijk doe je dan voorzichtig. Ik ga sowieso elke winter al niet met het openbaar vervoer, want ik wil niet opnieuw een griep krijgen. Begrijp je? Okay. Ja. Dus natuurlijk is dat zo. En dat moet, maar dat kan je overlaten aan de... Maar de zelfverantwoordelijkheid. Precies. Ja. En okay, dus het woord over mondkapjes, nou, daar kan ik een uitzending van volmaken, want in Japan was dat, toen ik er voor het eerst kwam, in 1962... Toen liepen heel erg veel mensen rond met mondkapjes. Mm-hmm. En er werden ook spotprenten van gemaakt. Van geliefden die elkaar een zoen wilden geven. En dat soort dingen. En toen kwam er een soort van... een aantal berichten van medische specialisten. Die zeiden, moet je niet doen, want je maakt het erger. Omdat elke keer als je je hoofd schudt, dan verspreid je... in dit geval waren het bacteriën. Hè? Dus, ja. Okay. En daarna heb ik me bezig gehouden met de discussie binnen Japan over dit geheel. Want toen waren er iets van 10 jaar of 15 jaar... zag je geen mondkapjes, of bijna niet. Alleen mensen die echt heel ziek waren. En toen kwam er plotseling weer, dat gebeurde iets van een jaar of 6 geleden, plotseling weer een heleboel mondkapjes. En dat kwam ook omdat er nieuwe modellen waren en die werden behoorlijk gepusht door de bedrijven die die dingen maakten. Maar, enzovoort. En het is deprimerend als je in de subway gaat zitten en dat praktisch iedereen heeft zo'n kapje om. Ik zou je zeggen, ik probeer dan liever de winter weg te blijven uit Japan, want het is deprimerend. Ja. Je wil ook niet elkaar zo, je kan niet met elkaar wat omgaan met is dat? Ja, wat voor maatschappij is dat? Ja. Het is krijgt een manie enzovoort. Ja. Oké, maar dit is niet eens het... Het is wel belangrijk, het heeft een psychisch gevolg. Een heel belangrijk psychisch gevolg waar je rekening moet houden, want dit is geestelijke volksgezondheid van dit land. Oké? Okay? Mm-hmm. Waar die hele RIVM en die OMT absoluut geen rekening mee houden. Kijk, ik vind het eigenlijk een heel tragisch iets wat er gebeurd is in Nederland voor die adviseurs van Rutte, voor die OMT. Vooral voor die, als daar jonge mensen in zitten, want zij hebben meegeholpen met adviezen die dit ten gevolge hebben gehad. Mm-hmm. Een omkering van maatschappelijke vastigheden, het verdwijnen van een groot deel van het kleine middenbedrijf, kolossale groeiende armoede, zelfmoorden, kolossale doden, cijfers als gevolg van ziektes die nu niet worden behandeld of te weinig behandeld. Yeah, een zorg die in elkaar is geklapt. Een heleboel dingen die niet meer functioneren en moeilijk weer tot functioneren te krijgen zijn, heel langzaam gaan. Daar hebben deze mensen, onze politieke leiding, het kabinet, heeft de verantwoordelijkheid van politieke beslissingen nemen hierover op de schouders gelegd van iemand, die Dissel en dan zijn groep, die wat volkomen onverantwoordelijk is. Niemand heeft schouders sterk genoeg om dat te dragen. Mm-hmm. Dat is een verantwoordelijkheid die absoluut niet te dragen valt. Ja. En ik denk dat deze mensen, er zullen mensen bij zijn die als ze hierover nadenken, over een jaar of 10, wat is tot stand gekomen dankzij dat wij mee hebben beslist. Ja. Die zijn voor hun leven getekend hiermee. Dat is tragisch. Want wat ze dus nu doen, weten ze niet. Beseffen het niet. Je kan altijd zeggen, ja, ik heb het niet gewoest. En dat is natuurlijk, ook hier is dat geldig. Ja. En dan weet je, dan hoor ik... ik hoor Grapperhaus, of ik lees Grapperhaus in Vught, die heeft een toespraak gehouden. En het natuurlijk heel belangrijk dat hij zoiets doet. Yeah. En dan zegt hij, notabene, ik heb het niet letterlijk voor me, maar dan zegt hij,
Wij hebben hier laten zien dat onze democratie is wat de nazi-ideologie niet was. Want we zijn democratisch tot de slotsom gekomen dat de ouderen moeten worden beschermd. Die mogen niet ziek worden. En ik denk, wat een... ik kan alleen maar denken, wat een kolossale arrogantie. Ja. Zou die dat echt denken? I mean, als iets lijkt op dat hele nazi gebeuren, is to follow your leader en doe maar wat hij zegt. Met alle catastrofale gevolgen. Ja. En hier democratisch tot... Democratisch, ik heb daar niks van gemerkt. Ik heb niks gemerkt van een discussie in de Tweede Kamer. Besloten. Ik heb helemaal niks. Er is nergens discussie geweest. Er is geen discussie geweest in de media. Mm-hmm. Niks, nergens. Democratisch besloten om de ouderen te redden. Kijk, men raakt gewend om clichés, politieke clichés over zich heen te laten komen. Want ze hebben toch geen betekenis. Dat weten we allemaal. We luisteren er nauwelijks naar. Mm-hmm. Maar er zijn momenten zoals nu waarop dat wel steekt. En ik zie dat alleen maar als arrogantie. Als ik die borden steeds zie op de weg, als ik hier naartoe rijd. Van samen komen we er wel uit. Blijf thuis. Samen komen we er wel uit. Samen lossen we de coronacrisis op. Het is, weet je, denken mensen die dat doen, dat Nederland... dat de automobilisten in Nederland allemaal debielen zijn? Denken ze dat? Wat is dit? Oké, ik hou op. Want ja, dan, ik denk dat ze zelf ook niet heel erg doorhebben wat de scope of the situation weet je, is. Ik zal je nog iets vertellen, iets uit mijn eigen verleden. Dit is een beetje biografisch. Ik geloof dat elf maanden na de bezetting ben ik geboren. En ik ben opgegroeid met... vrienden van mijn vader die over de vloer kwamen. En die hadden allemaal, net als mijn vader, in het verzet gezeten. Dat waren zijn verzetsvrienden. Ja. Mijn vader heeft dat blaadje voormalig Verzet Nederland lange tijd in stand kunnen houden vanwege de advertenties waarvoor hij zorgde. En hij had dus veel vrienden uit het verzet. Die kwamen over de vloer. Dat waren mijn ooms. Okay? En ik vond deze mensen soms heel interessant, want die waren geïnteresseerd in allerlei dingen waar mijn vader geen weet van had. Die hadden encyclopedieën, die hadden thuis boekenkasten waar ik graag in snuffelde enzovoort. Dus ik werd bevriend met een aantal van hen. Ik was hun neefje en ik kan daar lang over doorgaan. Ik heb er hele goede herinneringen aan. Maar ik kan me één ding goed herinneren, dat zowel mijn vader als mijn moeder heb gezegd dat het Nederlandse volk was veel te volgzaam, te gezagstrouw. Er werd steeds gezegd van het is de overheid. Ja, mijn vader zei dat natuurlijk niet, want die zat in het verzet. Maar het idee, en je weet misschien dat de belangrijkste groepen die in het verzet zaten, die waren of communistisch of gereformeerd. Want die hadden hun eigen gezag. He, ja. Die niet afhing van het gezag in de regering. Waren dat kritisch denkende mensen? Ja, ze hadden ander gezag. Ja. En ik denk ook dat ze... Ja, het was niet mis hoor. Je stelde je leven in een waagschaal. Mm-hmm. In het verzet, mm-hmm. Zonder meer. Ja. En dat is ook veel gebeurd. Mijn vader heeft vrienden verloren. Hij weet altijd. Wij gingen in het begin, met die dodenherdenkingen, gingen we naar hoe heet het ook alweer? In de Waalsdorpenvlakte. Ja. Daar is het. Dat waren de verzetsmensen die overleden. Niet het gebeuren op dat dam enzovoort. Dat is heel later een heel ander verhaal geworden. En ik hou hier op. We gaan verder. Weet je, dat is één ding. Maar nog iets anders interessants wat ik ook opgestoken heb. Dat zit ik net te bedenken. Ja. Ik herinner me nog gesprekken van deze oude verzetslieden. Die zeiden in het begin was het heel moeilijk. Want de Duitse bezetter kon niet worden omgekocht. Je kon pas later Duitse soldaten omkopen om Britse vliegers te bevrijden. Want die moesten natuurlijk weer terug naar Engeland geholpen worden. Dat was een route die ze ook onderhielden. Yeah. Je moest mensen uit die op onderduikadressen zaten, moest je beveiligen. Mijn vader zat in de proviandering van die sector. En je moest soms Duitsers omkopen. En in het begin kon dat niet. Dat was ontzettend moeilijk in het begin. Pas later in de bezetting kon dat. Want die Duitsers, die geloofden er ook niet meer in. Die geloofden het eigenlijk niet meer. Zelf. En toen heb ik beseft, omkopen, corruptie dus, is een vorm van macht kopen.
Ja. En ik heb het later altijd in gedachten gehouden. Als ik in Oost-Azië zie van mensen die worden beticht van corruptie. Wacht even. Dat is soms de enige manier voor de allerarmste, voor de in de alleronderste lagen. Ja. Om nog een beetje macht te hebben. Ja. Als dat goed wordt gebruikt. Natuurlijk, ik ga niet bepleiten massale corruptie van een absoluut niet. Maar hier heb je weer opnieuw iets wat beseft werd in die oorlogstijd. Dat waar gaat corruptie over? Het gaat over macht kopen. Mm-hmm. En dat doen die miljardairs waar ik het over heb natuurlijk op hele erg grote schaal. Ja, die hebben er heel veel middelen voor. Okay. Ja. Dus ja, ik weet niet of we wat je verder nog wil weten van me. Nou, ik zou graag van je willen weten. Wat ik heel interessant vind. Hoe zie jij de parallellen tussen wat er gaande is met klimaatwetenschap? Er worden modellen gemaakt die dan direct een crisis leiden. Oh, alles gaat helemaal kapot, dit en dat. Ja, ja. Hetzelfde met de pandemie. Ja. Bewijzen ze aan anders. Ja. Met de pandemie zie je dat zo'n Ferguson. Ja, er gaan 500.000 Britten gaan dood. Oh, het zijn er eigenlijk heel veel minder. Ja. En dat is zelfs met mensen meetellen die eigenlijk helemaal geen corona hebben. Ja. Zie jij dezelfde parallellen als ik? Ja, nou ja, hetzelfde hysterie. Heel erg veel wat daarachter zit zijn NGO's. Mm-hmm. Ook een aantal behoorlijk sterke NGO's waar de Soros de scepter over zwaait. Ja. Waar het om gaat is niet klimaat, het gaat om CO2-uitstoot. Ja. En die CO2-uitstoot zou door de mens worden wordt dus natuurlijk door de mens gemaakt. Maar dat is de enige manier om te zeggen, de mens heeft schuld hieraan, dus de mens moet ook er iets aan doen. Ja. Als de zon de schuld is, ja, de mens kan daar niks aan doen. Als andere, dus wat gebeurt er? Dat het milieu belangrijk is, nou, daar sta ik achter. Natuurlijk is het belangrijk. En ik vind het verschrikkelijk dat hele bossen worden opgeofferd aan het idee van biomassa. Ik doe hier onderzoek naar ontbossing. Biomassa. Ja. Maar het tropisch regenwoud. Er is niks slechter geweest voor tropisch regenwoud. Dan dit. Dan de bewegingen in de CO2-klimaatbullshit sector. En dat is ook de reden waarom ik daar wakker voor geworden ben. Ja. Ik zag dingen die gebeurden. Kan okay. niet. Maar terug naar een aantal Welschmerz discussies. Ja, 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 ja. Waar ja. ik zelfs ruzie krijg met Kees een keer. Oh, bijna ruzie. Amicale ruzie. Ja, ja, ja. Omdat ik daar tegen. Het is een grote volksverlakkerij. En heel veel geld. Ook al daar heb je een situatie. Overeenkomstig met nu. Waarin mensen een opportunity zien. Een gelegenheid om erin te springen. En ook voordeel te halen. Ja. Want er is behoorlijk wat voorbeeld te halen. Kijk, aan die plannen van Timmermans in de EU bijvoorbeeld. Ja, heel duidelijk wie daarvoor worden aan. Ook alweer opnieuw de financiële instellingen die zijn die als gaan over, ja. enzovoort. Ja. Het is een, weet je, wat ook, ik denk wat ook overeenkomt daarmee is dat het gaat om onderzoek. Het gaat om kennis van dingen waardoor een hysterie afgeremd wordt of helemaal niet plaatsvindt. En daar hadden we vroeger de media voor. Daar hebben we al eerder iets over gezegd. Hè? Ja. Het is het kolossale verlies wat we hebben meegemaakt van de afgelopen 30 jaar of zo. Is het verlies van de kranten. Ja. De tv heeft misschien nooit diezelfde functie gehad. Maar vooral de belangrijkere kranten, de serieuze kranten, als remmen op krankzinnigheid. Als remmen op waanideeën. Als remmen op verkeerde. Het is helemaal omgedraaid. Ik heb het al vaker gezegd toen ik voor de NRC ging werken. Dat was in het begin van de jaren 70. Toen was de NRC Handelsblad net ontstaan. Het was net een jaar daarna. En toen sprak ik met de hoofdredacteur André Spoor. En die met wie ik later goed bevriend ben geworden. En die zei, toen hij me, een van onze eerste gesprekken was. Hij vertelde mij, hij zegt, wij gaan ervan uit dat als het hen uitkomt, dan liegen de overheden. Mm-hmm. Onvermijdelijk. Ja. Dat doen ze altijd. Als het in hun straatje te pas komt. Als ze ermee wegkomen. En wij moeten ervoor zorgen dat ze er nooit mee wegkomen. Wel, nu is daarvan dat basisprincipe van André Spoor is geen niks meer deze over. Deze zijn katalysator geworden. Nee, dat is dus. En dan uit. Weten mensen weten ook niet. Dan gaan ze naar The Guardian toe. The Guardian is omgekocht.
Al eerder hoor, voordat Bill Gates daar zijn miljoenen in stopte, is The Guardian omgekocht. Omdat The Guardian, die stond ook op punt van verdwijnen. En die heeft toen in het geval van hoe heet die toen... Ze zijn de macht aan het verliezen. Over de NSA enzovoort. En de BBC heeft 49... miljoen dollar van Gates gekregen. Nou, de BBC, ik zal je vertellen, dit is een van de grootste propaganda-organen in de wereld geworden. Ook over climate, over dit, over al die dingen, ook over de hetze, ook over de propaganda-oorlog tegen Poetin, ook over al dat soort dingen. En waarschijnlijk nu met China, want dat is waar we heen gaan. Daar gaan ze mee, natuurlijk. Nou, oké, dus kijk, wat... Ik wil nog even een paar dingen zeggen die, omdat het niet verschijnt in de reguliere media, omdat het niet staat in de krant. Ik krijg een goede vriend, die woont in dezelfde polder als ik, en die zegt, jij is altijd weer opnieuw over die NRC die niet te vertrouwen. Ik zeg, ja, begrijp je wel hoe erg het is? Je snapt het niet. Je weet niet hoe het was en hoe het geworden is. Het is verschrikkelijk geworden. Het is volslagen onbetrouwbaar. Ik heb net een voorbeeld gegeven. Maar je kan elke dag wel een voorbeeld elk vinden. Artikel hier. Hoe erg het is. Ja. Er wordt geen werkelijk onderzoek gedaan. En hoe doe je... hoe doe je onderzoek? Nou, dat moet ik ook even zeggen. Voordat we... Want we zijn moeten er bezig met... afsluiten. Hoe doe je onderzoek? Je bent niet steeds op zoek naar iets waarbij je gelijk kan behalen. Dat doe je niet. Op een gegeven moment heb je een pretty good idea van hoe de vork in de steel zit. Wat je dan gaat doen, is allerlei bewijsmateriaal zien te ontdekken wat erop wijst dat jouw conclusie of helemaal niet klopt, of maar gedeeltelijk klopt, of in sommige aspecten niet klopt. Daar ben je de hele tijd mee bezig. Correct, dat zou een goede wetenschapper moeten doen. Ja, dat is wat je doet. Waarom? Ja. Omdat je de mensheid wil dienen met dingen. Ja, nou ja, weet ik. Uit nieuwsgierigheid. Ik wil zeker weten dat ik hier geen flauwekul zit te verkondigen. Mm-hmm. Maar je ziet, dit idee van Popper, hè, dat je jezelf gaat falsifieren, dat is volgens mij volledig verdwenen. Mensen praten elkaar alleen maar na. Karel, ik denk dat we moeten stoppen. Er zit al heel veel informatie in dit filmpje. Ik denk dat wij onze kijkers moeten bedanken. Ik moet ook jou bedanken. Jij stopt hier bijzonder veel tijd in om ons allemaal van informatie te voorzien. Hele andere informatie dan dat de kranten ons geven. Ontzettend leerzaam. Dank je wel voor al je werk, Karel. Dank jullie voor het kijken. En tot een volgend Weltschmerz-video. Hey.